De VVD in de gemeenteraad van Dongen wil particuliere beveiligers inhuren als aanvulling op het politietoezicht. Het plan is tweedelig. Ten eerste heerst er bij inwoners van Dongen steeds meer een gevoel van onveiligheid. Ten tweede wil het kabinet de verantwoordelijkheid bij het toezicht op evenementen steeds meer bij de gemeente leggen. Volgens de VVD kunnen beveiligers in samenspraak prima aanvullend werk doen op de reguliere politietaken.